Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 22 maart. Het is een mooie dag vandaag met flinke zonnige perioden. En op de satellietfoto kunnen we dat ook mooi zien dat Nederland heerlijk in het zonnetje ligt. Wel is het zo dat in het zuiden geleidelijk aan meer bewolking is komen binnenschuiven en ontstaan. En die bewolking die zal in de loop van de avond geleidelijk aan weer minder worden. Op de satellietfoto kunnen we een aantal dingen heel aardig zien. Dat is een lage drukgebied boven het zuiden van groot-Brittannië en boven het westen van Frankrijk. En dat lage drukgebied dat trekt geleidelijk aan naar het zuiden toe. En dat komt omdat een hoge drukgebied gaat opbouwen. Dat hoge drukgebied dat komt eigenlijk vanaf de Azoren en bouwt dan geleidelijk aan op richting het noorden van Europa. En dat betekent dat de komende dagen ons weerbeeld ook bepaald zal worden door een hoge drukgebied. En het hoge drukgebied dat zorgt Ervoor dat we heel rustig lenteweer gaan krijgen met zonnige perioden en ook droog weer. Het ziet er zelfs naar uit dat we deze maand eigenlijk geen neerslag van betekenis meer hoeven te verwachten. Want het ziet er gewoon erg droog uit. Nou, dat geldt dus ook voor vanavond en vannacht. Dan zijn er opklaringen en wat wolkenvelden. De temperatuur die ligt zo tussen de 6 en de 8 graden vanavond. Vannacht daalt het kwik dan verder. En dan zien we minimumtemperaturen die uit gaan komen tussen de 1 en de 4 graden. Iets minder koud dan de afgelopen nacht, want toen vroor het nog op veel plaatsen. Nou, vannacht denk ik dat het wel mee gaat vallen. Misschien hier en daar nog eventjes aan de grond. Maar verder dus die minima van zo'n 1 tot 4 graden. Met een mix van opklaringen en wat wolkenvelden, met name in het zuiden. En morgen ziet het er dan weer aardig uit. Er zijn zonnige perioden en geleidelijk aan ontstaan er ook weer wat stapelwolletjes, net als vandaag. En in het zuiden van het land is de bewolking af en toe wel wat dikker en heeft de zon het wat moeilijker. Neem niet weg dat de temperatuur toch gaat oplopen naar zo'n 11 graden in het noorden tot 15 graden lokaal in Limburg. De wind die waait uit het oosten is matig en zal later op de dag wat meer gaan draaien naar het noordoosten. Ja, de dagen erna ziet het er ook prima uit. Vrijdag ook flink wat zon met zo'n 12 tot 15 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag. Beide dagen verlopen droog. Ook zondag kan het gewoon een hele aardige dag worden. Er is een kleine kans dat er vanuit het noordoosten wat meer bewolking komt binnenschuiven. Ja, en dan gaan we die 11, 12 graden niet halen in het noorden. Dan wordt het hooguit 8 of 9 graden. Maar goed, dat is nog ver weg. Dat moeten we nog maar eventjes zien. En dan de dagen erna. Ja, dan blijft het gewoon heel rustig weer. We zien een hele duidelijke zaagtand in de pluim, zoals we dat noemen. Dus met hoge pieken en met lage dalen. En dat betekent over het algemeen dat er weinig bewolking aanwezig is en ook niet al te veel wind staat. En daardoor zal overdag die temperatuur makkelijk oplopen richting de 12 tot 15 graden. En in de nachten ligt de temperatuur dan meestal net iets boven het vriespunt. Maar zo af en toe kan het ook tot nachtvorst komen. Heel rustig lente weer dus de. Komende dagen prima, weer om erop uit te gaan. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.